Een werknemer van Chemiepak heeft in juli bekend dat hij de grote brand heeft veroorzaakt die begin dit jaar bij het bedrijf uit Moerdijk woedde. De medewerker heeft gezegd dat de brand begon toen hij met een gasbrander een pomp wilde ontdooien. Er bestond al langer een vermoeden dat de brand daardoor was ontstaan, maar er was geen dader. De leidinggevenden blijven volgens het OM verantwoordelijk, omdat ze medewerkers vaker met gasbranders lieten werken. Onderwijsvakbond Leraren in Actie roept op tot een staking van 3 dagen na de kerstvakantie. Met de werkonderbreking wil de vakbond minister Van Bijsterveld dwingen een nieuw wetsvoorstel van tafel te halen. Hierin wordt de zomervakantie met een week ingekort, maar blijft het aantal lesuren op 1040 per jaar staan. Zo'n 50 bewoners en politici hebben gisteren in de Rotterdamse wijk Overschie actie gevoerd tegen de geplande snelheidsverhoging op de A13. Verkeersminister Schultz wil de maximumsnelheid per 1 juli verhogen van 80 naar 100 km per uur. In Schiedam is afgelopen avond een flatwoning aan de Dr. Zamenhofstraat uitgebrand. De brandweer haalde 2 mensen van het balkon. Uit voorzorg werden de 7 andere woningen in het portiek ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen er verspreid over de dag enkele buien, mogelijk met hagel. De krachtige wind komt uit het westen en het wordt maximaal 7 graden.